als je gaat kijken naar wat dan drugs zijn, dan kom je erop uit dat tabak de voornaamste drug is in Nederland. Goed voor een kleine 20.000 doden. En het is nog niet eens zo lang geleden dat wij het normaal vonden dat het onderwijzend personeel in de pauze een sigaretje liep te roken als ze over het schoolplein liepen. Ja, en dan vertelden ze eigenlijk tegen die kindertjes, ja, als jij later groot bent, mag je dit ook, hè? Goed voorbeeld. Dat was toen normaal. En nu denken we al van, dat klopt eigenlijk niet, hè? Maar zo ver waren we al heen. En nu gaan we dan dus een campagne krijgen tegen tabak. Maar die campagne die heeft weinig zin, want die is weinig primair, zeg maar. En niet eerlijk genoeg, want wat er in een sigaret zit, is voor een kwart geen tabak. Maar het zijn allerlei sauzen en smaakstoffen. En er zijn dus gordes mensen die beweren dat die sauzen en die smaakstoffen, waaronder suiker, veel schadelijker zijn dan die tabak. Daar wordt niet over gesproken. We gaan tabak een tientje per pakje maken. Tabak roken wordt straks duurder als blowen, hè? Ja, raar. Nou, alcohol, 4000 doden. Ik vind het een lage schatting. Want dit zijn dan de doden, maar nog niet de slachtoffers. Hè? Want als je kijkt hoeveel mensen slachtoffers zijn van een familielid dat drinkt. En hoeveel huwelijken naar de knoppen zijn gegaan. En problemen met kinderen, met werk. En je wordt half invalide geslagen als je een keertje op straat loopt of gewoon in je autootje zit. Een enorm probleem, alcohol. Maar goed, het is gewoon te koop bij Albert Heijn en het mag rustig tegenover een school staan. Medicijnen, wij zien dat niet als drugs. Maar als je in Amerika naar een drogist vraagt, dan zeggen ze, oh, de drugstore, daar en daar. Want in het Amerikaans zijn medicijnen, drogisterijartikelen, zijn drugs. En je kan dus overal naar drugstores, drugswinkels gaan. Wat wij zouden zeggen, drogisterijen. Maar goed, een conservatieve schatting is dat in Nederland ongeveer 70 verkeersdoden per jaar zijn door mensen die onder invloed zijn van medicijnen die ze hebben voorgeschreven van de huisarts. En dat er 25.000 spoedopnames zijn met als gevolg ongeveer, conservatieve schatting, 1500 doden. Mensen die dus die bakken met die pillen hebben en dan elke dag één van die, twee van die en drie van die, of was het nou andersom. Ja, en dan kan je weer de ambulance bellen. Dat gebeurt als je dus grote hoeveelheden verschillende medicijnen gaat voorschrijven, dan krijg je dat mensen af en toe over het randje gaan en dat je dus met loeiende sirenes naar het ziekenhuis wordt gevoerd. Maar hoe dan ook, dat kost waarschijnlijk 1500 doden. En in RTL hebben we nog een arts gehad, die had het over 30.000. Dus, wat praten we over? Nou, illegale drugs dan, hè? Dus heroïne, cocaïne, amfetamine, ecstasy, die pilletjes en zo, die nou zo hevig bestreden worden. Oké, 330 doden per jaar. Ten opzichte van die 25.000 stelt dat natuurlijk helemaal niks voor. Vooral niet als je ziet hoeveel moeite daarin gaat zitten om dat te bestrijden. En dan vooral niet als je ziet wat een ellende dat verbod van dat soort middelen ons oplevert. Het corrompeert onze hele samenleving. In Brabant en Limburg is politie de helft van haar tijd kwijt met drugsbestrijding. Terwijl als je het gewoon zou reguleren op de een of andere manier, dan hebben we niet al die ellende en dan wordt er gewoon netjes geld aan verdiend en dan is het niet onnatuurlijk aantrekkelijk. Nou, cannabis dan. Hennepplantages. De helft van de tijd gaat aan de bestrijding van hennepplantages. In 10.000 jaar is er nog nooit iemand aan overleden. Maar de helft van de politieinzet in Brabant en Limburg wordt besteed aan het bestrijden van hennepplantages. En wat bereiken ze daarmee? Dat de prijs alsmaar hoger wordt en dat je wel heel sterk in je schoenen wil staan als jij als bijstandsmoedertje een kennis op je afkrijgt. Die zegt van nou, weet je wel, waar moet je van leven? 700, 800 per maand? Oh, dat moet nog duur vanaf. Dit en dat. Nou, een vierkant metertje kan je 10.000 euro per jaar opleveren. Dan doen we 2 vierkante meter, hè? Vooruit 3, dan ben je voor eeuwig van je problemen. Of kan je ook eens met vakantie? En dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je dat niet doen? Ik zou het doen, als ik in zo'n positie was. Eerlijk is eerlijk. Ik zou daar niet tegen kunnen. Ik zou denken, nou, ik gun mijn kinderen ook wat. Maar dat zo is, komt dus omdat de wetgever, de bemoeimannetjes,
weinig snappen van bewustzijnsverruiming en koet-koet een verbod blijven handhaven dat een steeds erger gevolg heeft, sociaal gevolg, voor de mensen. Als je drugs in een grafiekje zet en je zegt bijvoorbeeld van nou die 25.000 doden, hoeveel daarvan is nou te wijten aan wat? Dan kom je erop uit dat legale doden, dat is dat grote groene vlak, dat is het aantal legale doden per jaar aan legale drugs. En het kleine rode taartpuntje, dat is de 1,3% die verantwoordelijk is voor, nou wat was het, 330 doden. Dat zijn de illegale drugs, waar al die hijza om te doen is. Maar die legale drugs, die kun je gewoon kopen bij Albert Heijn, no problem. Dus we worden met z'n allen grandioos voor de gek gehouden.